Nick, we hebben de beelden gezien van, jouw val. Ik ben verbaasd dat je hier zo gewoon staat, levend. Ja. Toen ik voor het eerst het filmpje terugzag, toen dacht ik ook wel eventjes van... Oh shit. Gelukkig dat ik maar één ding heb gebroken. Heb je veel reacties gehad van mensen? Echt enorm veel. Ja? Echt nog nooit zoveel reacties op iets gehad. Dus dat is wel super lief. Wat was de mooiste? De mooiste reactie? Een briefje of een kaartje van de koning en koningin. Echt? Ja, dat was wel heel gaaf. Ja, ik hoef echt niet meer. Jij hebt morgen gewoon weer de pizza. Ja, Koreaanse pizza. Heerlijk. Is wel leuk om een keer geproefd te hebben. Ik ook. Dat ik denk, ja, ik heb wel zo een... Hoe heet het ding ook weer? Weet het niet. Maar we weten nog steeds wat we eten. Cold is het. De name. What's the name? Sea Squirt. Sea Squirt? Oké. Nou, Filemon hebben we wel Sea Squirt geprobeerd. Irene en ik hebben elkaar eigenlijk heel toepasselijk leren kennen op een spotopleiding. Spotopleiding in Enschede, CIOS. En we stonden allebei op de wachtlijst en we hoorden eigenlijk allebei tegelijkertijd dat we toch op de opleiding zaten. Dus zo hebben we gelijk contact gekregen. Zij heet Jo en ik heet Jo. Dus jullie kennen elkaar heel lang en jullie zijn beste vriendinnen. Goede vriendinnen. Nou ja, we zijn 12 jaar in ieder geval allerbeste vriendinnen in ieder geval geweest. De laatste maanden met alle drukte rondom de Olympische Spelen iets minder. Maar dat maakt niet uit dat ik nu minder of meer of wat dan ook trots op haar ben. Want het is gewoon bizar. Hoe heb je het beleefd net? Nou, iemand vroeg mij heb je gegild? Maar ik heb gegild, gehuild, gelachen, geklapt. Het ging helemaal zijn waas voor me voorbij. Ik weet nu pas hoe hard ze gereden heeft. Maar echt bizar. Echt. Hoe zou je haar omschrijven als persoon? Heel dedicated. En als beste vriendin, echt de beste vriendin die je kunt wensen. Ja.